Kijk eens even. Kijk eens even wie we daar hebben. Hey, hey maat. We gaan er weer voor. Gaan we even een dikke vangen? We gaan ons best doen. Lekker man. Dus ik ben benieuwd. Eerst maar eens even die boot zien te traileren. Je boot dood, hè? Je hebt nog geen vis erin gevangen. Nee. Ja, dat gaan we vandaag proberen. Ja, ik was dus met Enzo geweest. Ja. Hadden we helemaal nada. Ja, goed. Maar toen was je 3 uurtjes, toch? Ja, 3-4 uurtjes. Vandaag hebben we de hele dag, dus er moet wel een visje hier in de boot komen. Zeker. Pak je aan. Rammelen. Ja mensen, goedemorgen. We gaan lekker vissen met de boot. Zin in. Samen met Jeroentje. Jeroen gaat me nog het een en ander uitleggen over de boot vandaag. En ik heb er gewoon wijs van zin in. We gaan rammelen. Yes! Nu naar achter. Kijk eens wat een knappe jongen er in mijn boot zit. Ik stap er zo in één keer in. Gaat helemaal lukken. Hop. Kijk eens wat ik netjes een keer aan mijn gast leg. Ja. Gast. Kijk eens. Hier. Hij komt precies los als we weg willen gaan. Ja. Daar gaan we. Daar gaan we, vriend. Klaar voor? Op avontuur. Nog hier nog niet hard. Maar zometeen op de lek wel. Ik ben benieuwd. Zullen we het vangen, denk je? Ja. Dat weet ik zeker. Oké, maat, daar gaan we. In zijn nieuwe boot. Lekker hoor. Lekker. Prachtig. Gaan we zo meteen. Full gas. Full gas. Hey, zie ik daar nou kapitein Carolina, Rink? Zitten we lekker, hè? Ja, lekker wel. Heerlijk. Nou, het gaat lekker spetteren. Ik berg mijn camera op, ik hou mijn GoPro'tje om en we gaan even naar een andere plek. En even snel verkassen, vis zoeken. We gaan vandaag zeker vis vangen. De rivier strandt keihard, dus mochten de baarzen niet meewerken, dan gaan we zo meteen lekker snoepbaarzen. Dit is not so nice. Dit is nice. Is een little bit of rain. Wat een water, gast. Kom maar visje, bijt maar in mijn haakje. Ja, qua wind is het echt prachtig vandaag. Ik hou van de regen. Ik hou van de regen. Het doet me echt helemaal niks, regen. Nee. Als het echt keihard zeik de hele dag, vind ik het vervelend. Dan is het ander verhaal, maar buien bedoel ik. Ja, af en toe een buitje is niet zo erg. Wind is kut. Ik ben blij dat ik gisteren niet ben gegaan. Ja, echt. Van ja? Lekker gast! Ja. Op een setje? Ja, op een setje. Mooi baars denk ik, hè? Mooi baars, zeker weten. Of een snauk? Ik denk een baars. Oh, lekker gast! Ik denk een dikke baars. Lekker gast! Mooie aanbeet, jongen. Op ons plekje, hè? Ja, ja. Ik heb geen schepnet, maar ik ga hem lekker pakken voor je. Yes! De eerste vis uit de boot is voor Jeroen, jongen. Vet. En het is volgens mij een hele knappe dit. Een dikke baas. Het is een hele dikke. Oh, als het toch een 50er is, jongen, ja, dan is deze boot voor altijd geblest gewoon. Ja. Kijk eens op een dikke. Oh! Oh! Oei! Dit is een 50er. Dit is een 50er. Op Stanley. Yes! Yes, ik heb hem. 50er! Yes! Eerste vlog. Kijk wat een kanon. Die is 3 kilo gek. Kijk eens. Jezus. Oh, op zo'n klein Stanley, die stikkelbek setje. Op mijn favoriete setje. Wat een kanon gek. Oh. Wat een kanon. Holy shit. Wat een vis. Holy shit. Gast, die is 53 of zo. Heb jij een meetlint? Ja, nee. Ik ook niet. Gast. Gast, die vis is 53 of zo. Oh. Dit is jouw PR, man. Wat? Gast, dit is jouw PR, 100%. Oh, kijk eens, wat gast. Een prachtige vis. Oh, we moeten even een stuk vloerkarbon afknippen en nameten straks. Zo. Dit is jouw PR, dat denk ik echt. Ja, ik
denk, het zou nog wel eens kunnen. Hij is ook zwaar, hè? Hij is fucking zwaar. Kijk hoe puntgaaf hij ook is. Met dubbele strepen, vind ik ook heel mooi. Super mooi. Ik ga even mijn camera pakken, mijn gast. Deze is 53, wow. Denk ik. What the fuck, gast? Kijk dan nou, hoor. Die is 3 kilo. Ja. Kijk die rug. Kijk wat een vis. Holy shit. Jeroen, dit is de grootste baars die ik ooit heb gezien. Oh, dat weet ik zeker. Dat weet ik zeker. Kan je kieuwgrepen? Dat denk ik net mooi. Even één vingertje kieuwen. Kijk eens even. Holy shit, gast. Wat een kanon van een vis. Eerste vis van de dag. Eerste vis uit de boot ooit. En de eerste vis in de boot. En dit is gewoon, ja, ik denk dat die ongeveer zo groot als mijn PR is. 53, 54 centimeter. Ja. Holy shit, gast. Wat een prachtige vis. Kijk hoe... What the fuck. Dit is een ballon. Dit is, kijk dan, die vis is 3 keer zo groot als mijn hoofd. Super gaaf. What the fuck. Super mooi gekleurd. We gaan hem even snel meten. Dit is zeker... Ah, dit is... Nou, ik durf bijna 100% zeker te zeggen dat dit de allergrootste baars is die ik ooit heb gezien. Ja, we gaan even meten en even snel terugzetten. Want deze vissen zijn heel belangrijk. Ja. Moet er echt goed voor zorgen. En, ja. We gaan hem even snel meten. Plaatje maken. We hebben hem even snel gemeten. En nu gaat hij weer lekker zwemmen. Ja. Heel terug. Zuinig op zijn deze mooie vissen. Ja, dat is niet normaal. Ik denk dat hij 3 kilo is. Ik denk het ook. Ja, hè? Ik denk het ook. Prachtige vis. Daar gaat hij al. Kijk, ik wil hem terug. Hoppa. Yes! Yes! Oh, ik ben het meetlint vergeten, maar dit vergeten we nooit meer. Oh man. De eerste vis van deze boot is gewoon misschien wel... De grootste baars die ik ooit heb gezien en het record van Jeroen. We gaan het straks nameten. Jongen, wat een tank. Niet normaal. Dit is echt ongekend. Ongekend, wat een vis. Gefeliciteerd, maat. Ja, dankjewel. Vriend. Eerste vis van de boot. Heel blij mee. Ja, dat snap ik. Mijn adrenaline nog. Ja. Zo'n grote vis. Mooi is dat, hè? Ja, we hebben het ook... Oh man, ik heb ook gewoon helemaal geen haast om nu weer te gaan vissen. We moeten snel weer even een worpje doen. Maar laat eens even zien. Waar heb je hem op gevangen? Hoe heb je het gedaan? Ja, dit is een Stanley de Stickleback, 7 centimeter in Motor Oil Gold kleur. Dat is een van mijn favoriete sheds voor baars. Ja. Ook een mooie shed voor, hier vang je ook een kleinere baars mee, maar het is ook echt een shed voor grote baarsen. Ook voor verticaal op snoekbaars, ja, hè? Op Noordzeekanaal. Noordzeekanaal is je super voor, om te verticaal op snoekbaars. Maar voor helder water is deze kleur ook super goed. Nice, man. En dit was mijn derde worp. Gast, wat een tank! Mooi, hè? Jezus! Super gaaf. Ongekend. Heel gaaf. Daar gaan we, volgende. Ja. Snel een worpje doen, de volgende is voor jou. Ja. gooi maar. Dan, ja? Niet te geloven, wat een vis was dit. Echt, hè? Nou, mijn dag is al gemaakt, hoor. Echt, hè? Eerste vis van de boot, gewoon 3 kilo baars. Ja, hoe zie je? Jij hebt super veel ervaring met sidescan aflezen. Wat is de truc? Wat gaan we doen? Oh, ja. Deze vlekjes? Ja, dat zijn schaduwen toch? Ja, dat zijn schaduwen van de vis. Die sonar die zendt een signaal naar rechts en naar links. Ja. Dus je ziet er hier een wit plekje. Zijn dit baars, hè? Nee, dit is haasvis. Dit zijn, ik denk, brasems. Okay. Maar ik zoek eigenlijk individuele vissen. Kleine groepjes van 3, 4, 5 vissen die bij een structuur liggen. Zoals hier links zie je een mooie zwarte plek. Ja? Dit is een mosselbank. Okay. En als je daar dan die witte stippen op ziet liggen, dan is het meestal baars of snoekbaars. Okay. Die roofvissen die houden van om in de buurt van structuur te liggen. Dus daar zoek ik naar. Maar het is niet zo dat je altijd vis vangt als je die vissen ziet liggen op je dieptemeter. Het is nog steeds... Een beetje gokken natuurlijk. Ja. En ik heb ook heel vaak dat ik niks zie op een dieptemeter en dat ik 4-5 baarsen vang. Dus je moet ook gewoon vissen, maar nu zijn we gewoon heel erg aan het zoeken. En hier in het midden zie je een streep. Het zwarte gedeelte, dat is het water. Zo naar beneden, dus vanaf de boot naar beneden lees je dit. Dan is dit de bodem. En we kijken nu 30 meter naar rechts en we kijken 30 meter naar links. En wat je hier zo ziet, dit wordt op dit moment afgelezen en dit is allemaal geschiedenis. Dus hier rechts zie je dus wat structuur. Dit zou een mosselbankje kunnen zijn. Ja. Hier links zie ik een schaduw. Dat zou een vis kunnen zijn. Dat zou een vis kunnen zijn. En dit ook. Ja. Hier ligt een bultvis, hè? Ja, hier ligt een bultvis. Je ziet ze heel duidelijk liggen. Maar ik denk wel dat dit brasem is. Want dit is zo'n grote school. Kijk, je ziet er hier. Je kan ze echt tellen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ik plaats nu de boot van de vis af. Ja. Het ligt nooit geraakt bovenop de vis. En dan gaan we naar de plek toe gooien en kijken wat er gebeurt. Kan ik hem nu op spotlock gooien? Ja. Dan hebben we hier het ankerfunctie. Boop. Lampje aan. Die draaien. Hoppa. Sturen.
Hij blijft nu dus op de GPS op dit punt liggen. We hebben daar. Hebben wij vis zien liggen? Ja. Die heeft Jeroen net ontdekt. Hele school, maar dat is op een mosselbankje, dus er kan ook wel wat baars tussen liggen. Ja, zeker weten. Het is altijd even de moeite, zeker bij een mosselbank, als je vis ziet liggen. Gewoon 10 worpjes eroverheen. En als het mazzel is, dan is het dus gewoon een baarsgroep van 30 vissen. Ja, dan hebben we een mooie dag. We hebben wel een mooie dag. Ja. Dan wordt het helemaal top. Oh, zin in. Echt, ik ben zo lekker aan het vissen vandaag met Jeroen. Lekker aan het knallen. Heel misschien komt Enzo straks nog even langs, als hij tijd heeft. Het is wel koud, maar we gaan er even eentje vangen. Ja. Ja. Hoppa. Op de plug. Hoppa. Lekker hoor. De eerste vis vanuit de boot. Daar ben ik blij mee. Volgens mij is het een redelijke vis. Wat is de camera? Zal een snoepbaars kunnen zijn. Ik heb hem op de GoPro staan. Volgens mij is snoepbaars. Nee, het is toch een baars. Ja. Hij ging heel erg zeilen. Dat zal het wel mooier zijn. Ja. Lekker hoor. Lekker maat. Kijk. Zo, want in. Maakt er mooi in. Prachtige vis. Ja, zeker man. Zeker weten. Kijk. Lekker. Het is ook even droog hè? Ja. Mooi vis. Zal er zijn, 46. Zoiets. Ja. Hoppa. Echt blij mee. Helemaal punt gaaf. Nou dames en heren, daar hebben we hem, de allereerste vis voor mij uit de nieuwe boot. Nu nog volgende keer eentje met Enzo. Maar de boot is in ieder geval gedood met de eerste vissen. Enzo die had helaas vandaag andere plannen, die moest met je niet op pad. Pak anders dat meetlint wat je niet mee hebt. Ja. Ik ben er heel blij mee. Lekker maat, mooie vis. De eerste in de nieuwe boot. Woe! Tik hem aan. Lekker hoor. Lekker ouwe. Lekker. Ja? Nee. Nee. Onder de boot. Ja, onder de boot. God, precies waar je ze had gezien, hè? Ja. Lachen, gast. Meet die. Ja. Lekker. Dat is een dunnetje. Zo'n mannetje. Ja. Ik zag ze liggen. Had hem dus gewoon helemaal gevolgd, hè? Ik zag ze liggen op de sidescan. Ja. Ik zeg tegen Daniel, kijk, er liggen een paar baarsen. En dit was hem. Mooi man. Dit was een van de baarsen. Deze keer op een Carolina rig. Met een klein kreefje. De Creekwell. Lekker was. Super, super goed kreefje. En ik was net aan het bellen. Je zei het al, hè? Je was even met Luc aan het bellen. Ja, en het is een... mooi baars. Mooi mannetje is dit. Mooi mannetje. Mooi gekleurd. Heel mooi gekleurd. Heel ander kaliber vis. Ja. Maar we zijn er even blij mee. Zeker. Super. Hey, nummertje 3 maat. Ja, gaat fucking goed, hè? Ja, super. Zie je dat hij allemaal van die plekjes heeft, van die kreeftjes pakken? Ja. Zie je, met zijn bek. Ja. Een gek bekkie ook. Een bovenstandige bek heeft hij, deze. Deze noemen we Daniel. Ja. Of Andri. Nou, daar gaat hij. Daar gaat hij weer. Yes. Mazzel. Mazzel. Woe, woe. Lekker. Ja. Ah, ja. 2 worpen achter elkaar. Lekker al. Dit is ook een dikke hoor. Lekker. Is een hele dikke. Ik heb die engel krom gaan. Hoppa. Lekker maat. Wil jij hem voor me pakken zo? Ja, tuurlijk. Dus doe ik even een stapje naar achter. Zo, dit is een dikke hoor. Sterk man. Hier komt hij met de diepte. Hele dikke baars. Yes, gast. Oh. Hoppa. Kijk eens wat kanon. Godsamme. Zo. Carolina Rick. Ja, die is tegen de 50. Die is tegen de 50. Kijk. Ook weer zo'n kreeftenbekje. Zo. Zie je dat? Wat heb je nou? Ja, maat. We hebben een dikke knaller. We hebben dus een mooi stekje gevonden met sidescan. En we vangen gewoon deze dikke, dikke joekel. Ik denk, als ik hem zo zie, 49 ongeveer. 49 centimeter. Ja, denk ik ook. Dikke grote vis. Super blij mee. Echt een hele grote, grote grommelbek heeft hij. Zo'n hele dikke lip. Mooi. Prachtig vis. Vet hè? Super. Echt vet. Oké, maat.
Nou, gaat hij weer terug? Ja, dat is gewoon 2 kilo vaarzen, hè, dit. Zo, prachtig. Lekker. Lekker. Ik wil een bal van een buik, joh. Oeh. Oeh. Prachtig, man. Lekker, man. Toppie. Tik hem aan. Yes. Lekker. Ik voel gewoon zo mooi die steentjes. Hè. Ja, het is echt een heel mooi bankje, dit. Ja. Nou ja, hij weet zelf ook al dat ik niet... Ah, oh, fuck. Had je beet? Ja. Echt? Vroeg, ja, ik voelde weerstand, dus ja, ik moest wel slaan. Ja. Ik dacht al wat te voelen, toen voelde ik weerstand, ja. Dat ik al wat heffen. Ja. Jij ook? Ja. Zo dan. Ja. Moeder van alle baarzen. Ja, het is een baars. Het is gewoon een baars. Het is gewoon een baars. Niet. Weet je wat een kanon. Die is 50, hè? Die is 50, hè? Oh. Hebben we nou 2 PS vandaag in de boot? Zo, niet normaal. Is toch niet normaal? Hey. Deze kant. Zo. Zo. Nou Daan, wat heb je nou weer? Het is ongelooflijk. We vangen eerst Jeroen zijn PR, zijn grootste baars ooit. En ik denk dat dit misschien ook wel mijn grootste baars ooit is. Wat een bak. Normaal. Dit is gewoon een baars van kaliber 53 centimeter of misschien meer. Zo. Ik heb netjes een draadje afgeknipt. Ik ga meten. Ja, shit man. Weer gewoon een vis van rond de 3 kilo. Kijk dan, wat een plakkaat. Niet normaal. Het is ongekend. Hij moet gauw terug, man. Ja, ja. Het is niet normaal. Wat een vis dit is. Kijk dan, die blubber, hé. Oh. Oh, kijk die rug. Zo breed. Wauw, daar gaat hij. Yes. Yes. Mat, wat een dag, joh. Dit gaat niet meer stuk. We hebben 5 baarzen. Eerste dag in een nieuwe boot. Ik ben echt blij, man. Echt niet normaal. Wat een vissen, jongens. Ongelooflijk. 5 vissen. Kanonnen. Wat een goor weertje, Jeroen. Ja, hè? Niet normaal. Gelukkig hebben we goede kleren aan. Keer de schoenen aan, zeiknatte enkels. Dat is helemaal kut. Dit is de tip. De tip van Flip. Oei, oei. Ja, kijk, kijk. Dit is niet normaal. Het is gewoon echt weer een hoekje. Het regent een beetje hard, maar kijk eens even. Wat een bal, jongen. Kijk, hij is al een keer gevangen, zie je dat? Ja. Hij heeft een kusje. Mooie vis, maat. Wauw. Prachtig. Echt niet normaal. Tjoe. Klein bekkie heeft hij eigenlijk. Ja. Heel dik. Hoppa, daar gaat hij. We kunnen straks even... Ja, hoor. Lekker. Lekker gast. Wat een aanbeet, jongen. Wat een aanbeet. Prachtig. Mooi, man. Echt heel voorzichtig aan het vissen. Ik voel het mosselbankje. Toen in één keer bang. We zijn aan het vissen, jongen. We zijn aan het vangen. Kijk, lekker gast. Supermooi gehaakt. Hij heeft alleen maar kreefje gejat. Wat voor haakje gebruik je eigenlijk? Ik gebruik een maatje 2. Offsethoek, EBG haakje. Die zijn heel mooi voor die kreefjes. Van welk merk? Deze van Kamakatsu. Super mooi. Ja, lange vis, grote popoog heeft hij een beetje. Ja. Die in een kikkertje zit. Popeye. Popeye. Had je hem op een Popeye set dan? Nee, dat niet. Nou, hoppa. Daar gaat hij weer, maat. Floepie. 1, 2. Lekker. Yes. Jij bent echt goed. Zo, Jeroen. Vriend. Wat gaan we doen? We gaan even verticalen. Verticalen? Kijken of we snoekbaars kunnen vangen. Dat is goed. Ja, we moeten nog, we hebben nu 6 baarsen. Ja. Wel vrij kleintjes, dat is jammer. Hoorde ik nou trouwens net dat dit jouw eerste vis van het jaar was? Ja. Die baars? Eerste vis van het jaar en misschien een nieuw PR. Dus ja. Dat is wel super gaaf. Dat is een goede manier om het jaar in te luiden qua visserij. Ja. Ja, en die baarsen vielen inderdaad wel mee, hè? We allemaal kleintjes. Allemaal kleine ficties, dus daarom gaan we met verticalen nu. Tjonge, jongen. We gaan hier zo even bij dit ingangetje. De rivier is groot keihard. Gaan we hier net uit de stroming. Je ziet hier ook de stroomnaad lopen. Dan gaan we hier zo rondom het kopje.
rondom dit kopje. Gaan we even verticalen. Ik heb mijn verticaal hengeltje in de hand. Shedje eraan. Zware loodkop. Vis ik recht naar beneden. Verticaal betekent dat je recht naar beneden vist. Tikt je aasje. Klein stukje net boven de bodem op. En dan hou je hem stil. Geeft me heel een klein beetje actie af en toe. Die snoekbaars die hem pakken. Die klappen de keihard op vaak. Als de rivier hier stroomt, is het vaak heel goed. Dus we gaan het even zien. Ik ben benieuwd. Klaar voor? Klaar voor. Mooi. Daar gaan we. Lekker. Kies trouwens voor een heel fel groen kleurtje. Want het water is knettersbruin. Dus dat mag van mij wel goed opvallen. Nou, daar gaan we. Ja, ja, vis. Laat hem zakken zo op zijn bek. Hoppa. Lekker hoor. Ik laat hem naar beneden zakken. Hop. Hoppa. Kijk, Jeroen heeft gezegd tegen mij, je moet dit plekje eraan doen. Kijk, even gespleten rust in. Grappig. Mooi groot klapstaart erop. Super vet, man. Hartie. Het is werkelijk waar ongelooflijk, maar ineens is het bijna mooi weer, kan je wel zeggen. Het regent niet meer. Het waait bijna niet. Zelfs het zonnetje begint een beetje te schijnen. Ik heb net één snoekbaars verticaal gevangen. Maar we hebben net dit stukje hier zo best wel secuur afgevist. Eén aanbeet gehad, of twee aanbeet gehad. Jeroen mist er één, ik ving er één. We gaan nu even kijken of we met een shed of met een twitchbait dit ondiepe kantje hier zo kunnen afvissen. En daar een vis mee kunnen vangen. En als die snoekbaars gewoon niet doen, dan gaan we weer terug naar de baarzen, denk ik, hè? Dan gaan we gewoon weer op de baarzen. Ja. Dat was ook superleuk. Dus. Ja, maar het is altijd wel leuk om even wat dingen te proberen. En ik vind sowieso, we hebben die boot, ik heb die boot net nieuw. Ik wil dan wel even wat dingen gaan testen. En hoe ben je tevreden over de boot? Ja, heerlijk. Je hebt er nu een dag in gevist. Ja, ik moet alleen even dat ding even kalibreren. Ja. Want die blijft niet goed op het spotlock liggen. Volle vel of zo. Maar lekker, man. Lekker, man. Ik ben benieuwd of jullie het ook leuk vinden dat we die boot hebben. Dat we dikke vissen vangen. Ik kan me bijna niet voorstellen dat jullie het niet leuk vinden. Ik ga, wat ga ik doen? Ik ga mijn Poison Adrena pakken. Deze hengel, dit is echt waar mijn favoriete spinhengeltje. Shimano Poison Adrena. Dit is de 276 M2, dat betekent dat het tweedelig is. En hij is 5 tot 15 gram, lengte 7 voet 6. Dit is echt een tophengel. Er zit nu nog een dark sleepertje aan. Ik ga even een ander aasje aan. Wat zou ik eraan doen? Een shitje even? Of, nee, ik ga twitchbait. Ik ga een twitchbait gehangen, ik er een shitje. Ja, best. Gaan we even snoutbeers vangen. Even snoutbeers. Nou, ik ga er even een aasje aan doen. Ik denk... Oh. Ik wil er één aan doen, die ik er nu af heb gehaald. Maar ik denk dat ik die groene ook wel mooi vind. Ik ga met deze starten. Groen. Dat is een Megabass 110 Vision Plus 1 Junior. Denk je dat ik koude voeten heb? Denk je dat ik koude voeten heb? Oh, mijn voeten zijn zo warm, joh. Jeetje. Moet je bek houden. Heerlijk. Ik ga heel het over je lijntje heen gooien. En, hey, oh, een roofblij! Nee. Een roofblij, gek! Nah, nee, een roofblij. Op een twitchbait. Dit, op een twitchbait. Jeetje. Ik zag hem er zo opklappen. Ja, ik heb nog nooit een roofblij gevangen hier zo. Nou, ik draai hem omhoog. Ik zie hem er zo op klappen. Dit was raar. What the fuck, hé? Een roofblij. Nou, die had ik echt niet zien aankomen. Kun jij hem pakken? Ja. Mooi. Wat gek, hé? Kijk eens, hou hem eens even één keer omhoog. Kijk, we hebben dus een witvis gevangen. Een rovende witvis. Een roofblij. Grote bek erop, grote onderkaak. Lachen, man.
Cool. Echt een riviervis. Ja, cool. Maar gewoon gauw terug. Ja, daar gaat hij weer. Hey, soortje nummer 3 voor jou. Ja. Je bent lekker bezig, maat. Ja. Daar gaat hij weer. 1, 2. Hop. 7. Hey. We zijn vandaag heerlijk aan het baarsvissen. Ik heb dan meestal gewoon 2 hengels bij me. Een wat langer hengel en ook een korter hengel. In dit geval 2 Shimano hengels. Ik heb de Shimano Lunamis. Dat is deze stok. Die is wat langer. Die is tot en met 35 gram werpgewicht. En dan heb ik deze. Dat is de Poison Adrena. Die is tot en met 15 gram werpgewicht. En dit zijn 2 topstokjes. Met de ene vis ik twitchbeetjes. Met de andere vis ik shads, Carolina rig. Dus die kan ik mooi een beetje afwisselen. Met die lange vis ik ook graag jigjes en tubejes. Een paar bakjes bij me. Ik heb hier een bakje met verschillende twitchbeetjes, plugjes, krenkjes, lipless krenkbeets. Ik heb er daar ook een aantal op gehangen. En dan heb ik natuurlijk doos bij me met wat softbeets. Hier een wat grotere shads en loodkoppen voor snoepbaars. Hierin een mix van klein materiaal, kreeftjes, tubes. Baarsvissen blijft voor mij toch iets magisch. Die grote ballon, dikke vissen. Ik wil even laten zien hoe je nou met zo'n twitchbeetje vist. Dit is mijn favoriet. Megabass 110. Wat je doet, is je maakt een boor. Draai even de lijn strak. Draai hem met 2-3 slagen, draai hem op diepte. Voorzichtig ga je met de top. Ga je hem 2-3 tikken geven. Tik, tik, soms 1 tikje. Wissel je even af. En belangrijk is, met die twitchbeet, is dat je je aas de ruimte geeft om te hangen. Dat is het moment dat je die aanbeten krijgt. Dus je ziet, eigenlijk vis ik heel langzaam en heel rustig. Ik vis 1, 2, 3 tikjes. En dan laat ik hem zo gerust een paar seconden hangen. 2, 3 tikjes. Ik trek hem op een bepaalde diepte. Hij blijft er hangen. En als ik hem dan een tikje geef, dan blijft hij weer hangen. Tik, tik. Blijft hij weer hangen. En dat geeft die baars de tijd om er naar te kijken. En over na te denken. En te kijken of het, denk dat het iets eetbaars is. Baars zijn echt vissen. Die kunnen ontzettend volgen, je aas volgen. Wat we vandaag hebben gedaan is, wij hebben met onze expertvisser Jeroen, die Stevens visgids, hebben wij gekeken wat goede plekken zijn waar die vis ligt. En dat hebben we met die sidescan gedaan, hè? Ja. En het werkte super goed. Echt zoeken naar de vis en dan de vissen die je hebt gevonden, die aanwerpen. Ja, soms werkt het niet, maar soms werkt het ook wel heel goed. Ja, en niet iedereen die kijkt, die heeft natuurlijk een boot. Dus voor de mensen die vanaf de kant vissen, is het gewoon belangrijk, zoek naar structuren. Als je met de Carolina rig vist, dan kan je dat heel goed voelen. Dan voel je een harde bodem, je voelt steentjes, je zit af en toe even vast. Mosselbankjes. Je hebt vaak mosseltjes aan je aasje. Zoek naar dat soort plekken, daar zitten die baarsen. Dus kijk, wij hebben nu dan een grote boot, maar ik heb ook altijd vanaf de kant gevist. En dan is het gewoon uren maken. Dus ga naar de rivierplas, begin ergens en steeds een stukje verder. Carolina rig, twitchbait, chatje, van alles proberen. Zoeken, zoeken, zoeken. Zoeken, zoeken, uren maken en dan ga je uiteindelijk ga je ook de stekker vinden. Oh, ik heb lekker gevist, zeg. Niet normaal. Kijk eens even. Hoppa. Prachtige vis. Super mooie vis. Misschien wel mijn laatste van de dag, maar misschien ook niet. Het is echt werkelijk waar. Not normal. Ik leg mijn camera weg en Jeroen heeft beet. Mooi gekleurd deze is, hè? Oh, kijk dan, hé. Prachtige vis. Wat een visgast. Misschien. Jezus, wat een kleur, hè? Kleuren. Hij is echt mooi. Nou, Jeroen, je loog tegen mij. Je zei, ik ga mijn laatste van de dag vangen. Ja, toch niet. Nee, hè? Ja, dat is een mooie aanbeet. Vet, man. Hele mooie vis. Zo, wat een bak, hé, gast. Ja. Lekker, maat. Wat een vis, gast. Mooi, hè? Echt mooi. De laatste vis van de dag. Ja. Kijk eens, mooi donker. Weer een andere kleur, hè? Weer een andere kleur, heel donker. Heel donker, hè? Heel mooi, heel veel kreeften gegeten waarschijnlijk. Ja. Ik weet niet hoor, maar we willen vandaag echt al bingo. Alweer een topdag. We hebben al een keer eerder zo'n topdag gehad. Ja. 3 jaar geleden. Het is alweer een topvis ook gewoon. Ja. Ik heb die rug ook, hé. Ook weer rond de 50 zeker. Ja, ja, je ziet wel. Super gaaf. Tjoh. Nou, dan gaat hij weer zwemmen. Super gaaf.
beginnen we gaan. Klaar voor? Klaar voor. Nou maat, hij staat er weer, het monster. Ja, zeker. Hé, hey, dat ging best wel vlekkeloos. Ja, dat was een goede vuurdoop. Gaan we lekker naar huis en even eten. Even lekker eten. Niet normaal. Ik ben wel echt benieuwd hoe groot de vissen zijn geworden. Ik ben ook heel benieuwd of jullie thuis kunnen raden hoe groot ze zijn. Zet het hieronder in de comments. De baars van Jeroen en de baars van mij. Ik ben benieuwd wie het goed heeft. Ben jij ook benieuwd? Ik ben ook benieuwd. Kijk, we hebben een getuige erbij. Ja. Pieter Bas. Maat, ben je er klaar voor? Ja, we gaan het zien. We gaan het even bekijken. Ik heb hier mijn lijntje. Ja. Dit is de vis. En dit is mijn vis. Wat is met jouw boot? Hij is fucking 54. 54. Nieuw PR. Ik zei het toch, maat. 54. Yes. Nice, man. Ziek, hè? Ja. Nu die van jou even meten. Karpen met strepen, ja. Karpen met stekels. Kijk, jongens. Hier zo tegenaan. Oh, gee. Nee, dat kan niet. Hè? Dat kan niet. Eén groter. 55,5. Je hebt het verkeerde touw gepakt. Hoe dan? We hebben het toch goed afgeknipt? Ja, dat weet jij. Jij hebt hem afgeknipt. Jij had toch bij de staart vast? Ja, dus? Met nou? Ik geloof het niet. Nee, hè? Hij was groot. Laten we het daarop houden. Ja. Ik kan het niet geloven. Ik zou het echt erg vinden. Dan heb ik hem niet op een medelied. Vrij zeker dat we goed hebben gemeten met dat draadje. Maar mijn vis komt op nog groter uit dan die van Jeroen. Ik denk dat we het dan toch op een of andere manier misschien fout hebben gedaan. Slecht in hebben geschat. Het was in ieder geval een hele mooie vis. Ja. Oh my god. Wat erg dat ik geen medelied had. Ik baal hier echt van. Ja, dat snap we ik. We hebben twee echt dikke 50'ers gevangen. En we hebben meer vissen van rond de 50 gevangen. Of misschien wel net eroverheen. Ja. Bizarre dag. Ik ga er geen lengte aan claimen aan de vis die ik heb gevangen. Maar het was in ieder geval sowieso mijn grootste baars ooit. Hoe groot die was precies. Of die nou 53, 54, 55 was. It doesn't matter. Volg mij een PR maat, daar gaat het om. In ieder geval lijpe dag. Ja. Onwijs bedankt voor het kijken. Ik hoop dat je het leuk vonden. Volgende keer neem ik een medley mee en een weegschaal. En dan kan dit soort verwarring nooit meer ontstaan. Want ik vind dit echt kut. Deze gaat volgende keer mee. Maatje bedankt. Nog een dingetje. Ik ben niet te boeken als visgids. Maar Jeroen wel. Jeroen heeft het bedrijf. Je visgids, ik heb het linkje hieronder ook even in de beschrijving gezet. Dus wil je een dagje boeken bij Jeroen? Kan dat? Maatje, was lachen. Ik check je later. Tot de volgende. Doei. Doei.